Goedenavond iedereen, welkom op de persvoorstelling van Mrs. Universe 2016. Naast mij staat kandidaat 2, Tatjana. Goedenavond Tatjana, hoe is de persvoorstelling voor jou al verlopen? Goedenavond Amber, tot nu toe was het eigenlijk redelijk stresserend. Maar eenmaal dat ik er vanaf was, viel dat wel goed mee. Natuurlijk was ik wel de enige waarbij de micro niet ging, dus dat was wel even tandjes bijten, maar het is goed gekomen. De finale is natuurlijk al bijna eind november, dus dat is een klein 2 maanden nog dat je aan jezelf kan werken. Hoe ga jij je voorbereiden op de finale? Wel, ik ga eigenlijk vooral mezelf blijven, dat wil ik ook zo doen. Ik ga mij nooit voor niemand niet veranderen. En ik vind het juist goed dat het eigenlijk zo korte tijd is, omdat ik dan ook niet veel weg ben van thuis, want mijn kindjes komen ook nog altijd op de eerste plaats. En ja, gewoon mezelf zijn. Wat verwacht je van de finale toe en vooral van je medekandidaten? Zie jij hun als concurrentie? Ik hoop vooral om van de finale heel veel te genieten. Het gaat heel snel voorbij. Dus dat is ook mijn boodschap, van alles mee te nemen wat ik kan. Ik zie de mensen niet echt als concurrenten. Natuurlijk weet je wel dat de een wat meer doet dan de ander. Maar het zijn allemaal topmeiden en ik hoop wel stiekem op een plaatje in de top 3. Dat zou wel heel mooi zijn. Als jullie thuis Tatjana willen steunen, dan kunnen jullie haar helpen door te sms'en naar 6016 met de boodschap Universe Spatie 02. En de opbrengst gaat integraal naar de ouders van kindjes met kanker. Kom op. Dank u wel.